Ja jongens, welkom bij het nieuwe Gamers at Gear, het programma waar we iedere dinsdag de laatste tech gadgets de keer behandelen. Naast meneer Tom, ik ben Peter en deze week bespreken wij de Asus Strix. Nou, Strix is de soort van merknaam van Asus. Het is de Asus Strix Tactic Pro. Dus Tactic. Hij is niet alleen tactisch, maar hij is ook professioneel. Ja, maar professioneel zijn ze allemaal, maar hij is ook tactisch. Ja, hij is tactisch en professioneel. Ja. En hij is Strix. Dus ja. Dat is mooi, dus met nou, de tot uiltje. Volgende week. Ja. Dat was het weer. Is een toetsenbord, zit de toetsen op. Mooi man. Mooi man. Nee man, wij doen veel toetsenborden de laatste tijd, maar dat komt omdat elke hardwareboer met verschillende toetsenborden aankomt te zetten. Ja, Asus doet het al langer, maar die springen natuurlijk ook, ja, hoe kon het ook anders, ook in op de pro-gamer met mechanische switches. Ja, wat zijn het voor switches? Ze geven een RA aan 4 cherries. Je ziet het hier ook al staan, de doos. Dit is dan toevallig de bruine cherries. Die hebben, ze doen verschillende versies voeren. Oh ja, maar dat doen heel veel partijen. Ja. Die hebben altijd dat je kan kiezen van, maar meestal, als ze voor cherries gaan, is bruin het, die zie je het vaakst langskomen eigenlijk. Dus, maar goed, dat kennen we van Rockall toetsenborden, daar hebben we andere toetsenborden mee gehad met die bruine switches. Zijn herrie switches? Relatief weinig. Je hebt de blauwe. Het zou ook echt eens een keer. Je zou ook maar eens een keer het decor met rust laten, Peter. Er is echt elke aflevering zo. Ja, dat gaat helemaal goed met het standaardje. Ik wil dingen voelen met mijn hand. Nee, maar het is relatief herrieloos. Want je hebt natuurlijk de blauwe switches. Het is praktisch dezelfde, maar daar is het dan met een tikker in en hier is dat niet. Dus je hebt tactile feedback, maar je hebt niet een hele harde klik. Dus je kunt er nog relatief zacht mee typen als je je vingers daarop traint. Wat voor functies zit er allemaal op? Nou, het leuke is, hij is een beetje gebouwd om ook zonder software te werken. Dus gewoon heel veel toetsen en dan niet zozeer extra functies of zo erbij dat hij hele gekke dingen kan doen. Maar dus heel veel macro's die je in kan stellen. Heel veel M-toetsen, een stuk of 13 zijn het er inmiddels. En je hebt nog zelfs wat media buttons. Dus gewoon, je kunt scrollen. Je hebt een scrollwieltje voor je volume en een play en een pauze en een next. Scrollwieltje vind ik altijd heel prettig voor mijn volume. Ja, dat is een beetje eruit gegaan ja, of zo. Maar dat zie je heel prettig. Nee, maar hij heeft ook wel, toevallig vind ik het ook wel een fijn scrollwieltje. Heeft een goede feedback, zeg maar. Dus het is op zich best wel fijn inderdaad om je volume mee te bedienen. Maar voor de rest is het eigenlijk ja, vooral gewoon heel veel toetsen. Waarmee je het toetsenbord dus ook een beetje MMO-ish natuurlijk wordt. Want op het moment dat jij 13 extra toetsen hebt, ja, dat is niet iets voor een shooter of zo natuurlijk. Nee, nou ja, nee. Ja, heb jij een shooter waar je echt 13 ja, arma of zo misschien, maar... Ja, dat wel. Maar ja, dat is geen shooter, dat is een way of life. Ja, precies. Nee. Ja. Real life simulator. Oké, hij heeft verkleurde, verlichte toetsen. Ja, en dat vind ik wel persoonlijk eigenlijk wel een beetje jammer, want elke toets heeft zijn eigen ledje natuurlijk, gewoon boven de switch zitten. Dat is alleen maar in de kleur Asus oranje. Ja. Ik denk dat hun voerkleur is, Asus oranje. Dus op zich best wel een interessante kleur die je dan kiest. Maar hij heeft maar een aantal profielen voor de verlichting. Dus je hebt gewoon uit, klein beetje licht, iets meer licht, volop licht en fading. En that's it. Okay. Je kunt niet instellen van ik wil dat ze snel knipperen, ik wil reactive met de toetsen, ripples, dat zit er dus allemaal niet in. Dus wat dat betreft is het wel vrij basic in de verlichting. Okay, en maar als je dan praat over prijs... Ja, varieert van de 120 euro tot en met de 150. Dus maar op zijn goedkoopste. Ja, ik heb hem ergens Eindhovense winkel toevallig, Eindhoven de gekste. 117,50 was een beetje het goedkoopste wat ik kon vinden. En wat vind je daarvan? Prijskwaliteit? Nou ja, een mechanisch toetsenbord is altijd, zit vaak al boven die 100 euro. Dat is toch wel een beetje de mechanische marge of zo zou je kunnen zeggen. Maar goed, ja, het is wel een groot toetsenbord, vrij stevig, niet mijn smaak, maar als je er echt voor gaat, ja, ja zou kunnen inderdaad. Ja, het is netjes, dat touwtje is gewoon netjes met... Het is gewoven, goldplated, je hebt alleen geen mogelijkheid om dingen door te snoeren, geen extra USB'tjes of headset dingen die je erin kan steken, dus dat dan allemaal niet. Dus 120 euro, ja, het is niet overdreven veel, maar het is ook niet dat je denkt van wauw, je krijgt zoveel waar voor je geld, behalve dan heel veel extra toetsen. Dat is natuurlijk wel een beetje, als je een Asus fan bent, dan is het wel echt een ding. Ja, als je... Het is de Asus kleur, dat Strix logo, dat staat mooi op de toetsenbord. Wat ik me voorstel is, je hebt een setup met allerlei oranje lampen. Ja. Dan denk je van, och ja, waar moet ik dan naartoe? Of je moet meteen kiezen voor iets wat alle kleuren van de regenboog kan die je dan instelt op oranje. Of je settelt hiervoor, dan heb je wel je oranje kleurtjes. Je hebt een lamp achter, zoals achter ons, wij stellen dat. Gewoon in per item. Ja, precies. Nou, ja, die kun je met heel veel MacGyveren kun je die ook in je toetsenbord monteren. Ja. Nou, het was laatst ook nog wat knoppen die je kan vervangen. Ja, je krijgt er ook nog zo'n mooi armpje bij, zodat je ze mooi eruit kan halen. Dat
dat is wel zo netjes. Maar ja, het leuke is, het zijn dan, je krijgt 4 oranje toetsen erbij. Natuurlijk voor je WASD, maar ja, goed, je kunt ze overal op plakken, want er staan verder geen tekens op. Maar het leuke is... De spatieknop. Ja, dat kan niet worden, denk ik. Maar ja, nee, het fijne is dus wel dat die oranje zijn, dus die laten het licht ook iets meer door. Waardoor in het donker lijkt het dan wel alsof je WASD gewoon een soort van lichtgevende map zo eruit komt. Maar goed, ja, leuk om toch nog wat extra stijlelementen erin mee te krijgen, want in de verlichting gaat je dat dus niet lukken. Nee, oké. De Asus Strix, het is een... Tactic Pro. Tactic Pro. Niet vergeten, tactisch en pro. Tactisch en pro. Het is een stevig toetsenbord. Lompgroot ook. Supergroot. Ja, ja. Nou, niet zo groot bijvoorbeeld als die Mech die jij dan had van CM Storm. Maar wel, nee. wel als je echt heel veel toetsen nodig hebt, is dit iets. Ja, dus precies. Je MMO gamer, niet je Battlefront, want dan kom je je toetsen niet kwijt. Nice. Nee. Veel macro keys en multimedia keys. Niet helemaal jouw toetsenbord, maar nee. Voor de prijs wel degelijk. Ja, was degelijk altijd het woord? Degelijk was wel inderdaad woord, mijn stopwoordje. Bij ja. Fijn dat je dit nou overleed, want dit was een degelijk beestje. Degelijk, dit, degelijk beestje. Ja. Degelijk kunststof, degelijke knoppen, degelijke switches, ja. Degelijk kleurtje ook. Koddig. Koddig. Bazaal. Mooi.